Ik hees de ook heel verre streken, steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om echt veel wijsheid te vergaren, studeerde ik 20 jaren 18 uur per dag. Ik dacht dat ik van alles, alles wist, maar hoe verschrikkelijk had ik mij vergist. Want op een keer vroeg mij een heer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Is dit feit nu uit te leggen, omdat vele mensen zeggen dat in vruchtjes zonder pit gewoonlijk er geen beetje zit. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Ach, het zou ten alle tijden alle mensen wist verblijden als men zeggen kon waarom. En sinds die dag ben ik gaan zoeken in de verst gelegen hoeken die ik vinden kon. Of er toch niemand was in leven die mij het antwoordje kon geven hier onder de zon. Ik ging van Brussel tot Amerika, van Amsterdam tot in Noord-Afrika. En keer op keer vroeg ik toen weer, nou excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. In Holland, waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Is dit feit te expliceren om dat mensen te tenderen dat geen vroegjes zonder piet, de wietkut er geen pietje zit? Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom zeg mij waarom? Ach, het zou meer adviseren, moest u het meer detailleren, als men zeggen kon waarom. In Spanje, quizas, quizas als vorm del bananas, quizas, quizas, quizas. Yo te quiero mi madre, un acuerdo mio padre, yo se apre le torre, anda, anda, cafeole. Quizas, quizas als vorm del bananas, quizas, dona Fabiolas. Yo se arriba a España, Franco es una plaña. Quizás, 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 in Frankrijk. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Ah, je voudrais que tu m'expliques cette forme excentrique. Peut-être parce qu'il n'y a pas de son ce petit machin-là. Pourquoi les petites bananes vont-elles comme ça? Pourquoi, dites-moi, pourquoi? Demande son rire si personne ne peut le dire. Pourquoi, pourquoi, pourquoi in England? Why, why? Our little planet is so dry. Why, why? Please tell me why. Oh, you hardly could believe me, but this thing is gonna grieve me. Mr. Churchill says it's true that bananas are good for you. Why, why? Our little banana is so dry. Why, please tell me why. Do you know a better thing as bananas with plum pudding? Why? In Duitsland, waarom zijn die bananen krom? Waarom, zeg mir waarom? Onze Führer met de vragen waarom jemand das kan zeggen. Für die Reichskanzelerei is dat zijn große Schweinerei. Waarom zijn die bananen krom? Waarom, ach Gottverdum? Om den Krieg ja zu vergessen, müssen wir Bananen fressen. Waarom, waarom, atschum? Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom? Is dit feit niet uit te leggen, omdat vele mensen zeggen dat in drukke zonder pit gewoonlijk er geen beetje zit. Waarom zijn de banaantjes krom? Waarom, zeg mij, waarom? Ach, het zal ten alle tijden alle mensen wist verbleden als men zeggen kon waarom.